Nu even het anders dan hennep, duiventil, die laten we zitten. Omdat de duiventil, dat is een echt wel karakteristiek element van boerderijen als deze. Maar die moet wel afgesloten worden, zodat daarvoor straks isolatie geplaatst kan worden. Het is niet per se noodzakelijk om dat nu al te doen. Maar ik had een ingeving, zo ga ik het doen. Dan gaan we het gelijk maar even doen. Eerst maar eens even een steigertje neerzetten. We komen dat een of ander onverlaat de deur in één keer openknalt. Gelijk dat dit ideale plekken zijn voor wespennesten. Ik zie hier nou wel een oud wespennest zitten en hier ook. Dus het is wel een plek die ik in de gaten moet blijven houden. Deurtje dicht. Gaat ze dicht, poppetje gezien. Zet je dat? Wat is het idee? Ik maak hier een klein raamwerkje voor. Er komt hier gewoon een scherm voor. Schuin aflopend naar hier, voor eventueel vocht, dat dat hier naar buiten kan lopen. En dan is dit mooi wst, dicht. Kijk, dit materiaal dat ik ervoor ga gebruiken. Het afdekspul van de pallets met hennep. Dat is van dat dubbellaags kunststof. Is echt super fijn spul om mee te werken, want het is... Omdat alle ribben lopen op deze manier, nee, je meet het af, knikt en snijdt. Super fijn. Dus hier hebben we weer een strook. De eerste zit er al tegenaan, aan de onderkant. Oh. Wat ben je aan het doen? De duiventil aan het dichtmaken. Doe. Ja, alsof dat je hoofd niet stoot. Als je nou je genop durft te staan, of die dan toch niet dan? Oh, Kasper? Ja? Zou je de boormachine kunnen aangeven? Dankjewel.
duiventeel dichtmaken. Is die open dan? Ja, die kiert aan alle kanten. En dan moet straks moeten daar isolatieblokken voor. En ik wil voorkomen dat daar straks spul uitkomt. Nou ja, en daar spul uitkomt. Maar ook dat er wespennesten komen en alle andere ongedierte. Oké. Een beetje netjes achterlaten. Ja, de klus van de duiventeel is klaar. Hij is lekker dicht. Kijk maar. Knappe duif die daar nog naar binnen kan komen.